Letterlijk ter zee, te land en in de lucht. Als het op zwaar transport en intercontinentale expeditie aankomt, kun je in Nederland bij een grote groepering bedrijven terecht. Natuurlijk ook op de Holland Expo. En de heer Van Basten-Batenburg, adjunct directeur van het NCH, treedt op als interviewer van Sir Y.K. Khan. Sir Y.K. Khan, U.S. chairman of the Hong Kong Trade Development Council. Could you kindly tell us what do you feel will be the impact of this Holland Expo on the business community in Hong Kong? I don't think that many have seen such a wide range of equipments, engineering equipments and things of that kind, which of course are very widely distributed, exhibited on the ship. I see. And maybe, Sir Y.K. Khan, what do you think of the medium itself using a ship as an expo? That's a very unique concept, which we in Hong Kong would very much like to imitate if we can. Ook als je op volle zee bent, is het soms van vitaal belang het zakelijk en soms persoonlijk contact met volgende bestemmingen en het moederland te kunnen onderhouden. Yes. Good afternoon. Can I have a satellite call to Jakarta, please? Certainly, yes. Will you please write the... Via satelliet, het zij telex, het zij telefoon, kan dat ook. Een van de deelnemende banken, de ABN, heeft aan boord voor de deelnemers een wisselkantoor ingericht. De staf van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering verzorgt aan boord een groot aantal faciliteiten voor de deelnemers in het NCH-secretariaat op dek 5. Zo wordt onder meer iedere dag een scheepsjournaal samengesteld. Tienduizenden kopieën worden in de loop van de reis afgedraaid. De formaliteiten voor het aan de wal gaan worden voor de deelnemers afgehandeld met vertegenwoordigers van de lokale douaneautoriteiten. Zo ook in onze volgende stop, Manila, op de Filipijnen. In Manila is het voor het eerst op deze reis warm. Een eerste aanduiding dat er richting Evenaar wordt gevaren. Ook het onthaal is warm. Zij hebben bloemenmeisjes. Wij hebben Loes. De officiële opening wordt in Manila verricht door de in traditionele barong geklede minister Villafuerte van Handel. Dat onze nationale luchtvaartmaatschappij zich op een tentoonstelling als deze vooral via zijn vrachtvervoer manifesteert, ligt nogal voor de hand. En het veroorzaakt ook nog een vrolijk moment. Via TNO presenteert Nederland zich tijdens deze Holland Expo op researchgebied. En Insto met zijn World of Dutch Steel is het visitekaartje van de Nederlandse staalindustrie. Dat Insto niet stilgezeten heeft, blijkt wel uit de hangars die op de Filipijnen gebouwd worden. Ook op agrarisch gebied onderhouden de Filipijnen en Nederland al goede contacten. En een aantal deelnemers komt hier niet voor het eerst. Men denkt aan het opzetten van een industrie die alcohol gaat maken uit suikerriet. Interessant in deze tijd van alternatieve energieonderzoekingen. De suikerindustrie is trouwens in meerdere opzichten van belang.
De Noord-Nederlandse machinefabriek leverde hier reeds haar pompinstallaties en vanzelfsprekend zijn die ook aan boord bij de Groningers van dichtbij te bekijken. De aan boord aanwezige producenten van hoogwaardige industriële producten mochten zich zonder uitzondering in een flinke belangstelling verheugen. Nee, dit is niet de stand van een fietsenfabrikant. Ook medische apparatuur werd getoond. Veel van een land zien op een dergelijke reis is er natuurlijk niet bij, met openingsuren van 10 tot 10. Vandaar dat velen het NCH dankbaar zijn dat het de cultuur van de bezochte landen aan boord brengt. Twee dagen varen vanaf de Filipijnen ligt Singapore, met Hongkong het belangrijkste handelscentrum in Zuidoost-Azië. Een groot aantal Nederlandse bedrijven heeft al vestigingen in deze multiraciale Aziatische metropool. En ook hier valt ons een hartelijk welkom ten deel. Inclusief een traditionele leeuwendans op de kade. Een moderne, schone, veilige, groene stad. Waar ook de trishaws, de fietstaxis, nog deel uitmaken van het stadsbeeld. Een stad waar steeds minder terug te vinden is van bijvoorbeeld het oude Chinatown, omdat vooruitgang en modern wooncomfort nu eenmaal synoniem zijn met afbraak. Ter ondersteuning van het bezoek van het Holland Expo-schip worden in samenwerking met de Hilton Hotelgroep Nederlandse weken georganiseerd in een aantal bezochte landen. Chinese Volendamse schone prijzen bij hun landgenoten onze nationale lekkernijen aan. Singapore is een van de zich het snelst ontwikkelende steden in Zuidoost-Azië. Wat gisteren gebouwd werd, is vandaag alweer te klein. In een plaats met zo'n geconcentreerde activiteit is er op allerlei gebied voor de Nederlandse industrie nog een groot aantal mogelijkheden. Zo worden er ook nog stijgers gebouwd. En al was het maar uit veiligheids- en economische overwegingen, dan lijkt het toch aanbeveling te verdienen eens over te gaan op deze methode. Door stampwerk stijgerbouw getoond aan boord van het expo-schip aan zo'n 5500 bezoekers in Singapore. De 5 Nederlandse banken die aan boord een stand hebben, zijn er natuurlijk niet uitsluitend voor het gemak van de exposanten. Ook hier worden met geïnteresseerde bezoekers discussies gevoerd omtrent financiering van joint ventures en ondersteuning van lokale projecten. We think it's a good concept and as NMB we will certainly assist you. We'll ask Interalpha, in which we participate, to handle this matter. What do you think? The idea is certainly workable. But before we can talk of the joint venture, we would have to consider the terms and considerations. And only then will we know what kind of financing proposal to put forth. Folders zijn altijd erg in trek. Bijvoorbeeld voor een opstel over Nederland. Iedereen voorlichten, dat is het doel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De NABU-groep, bestaande uit 23 grote Nederlandse aannemersbedrijven, was ook vertegenwoordigd. Het exposchip was in meerdere sectoren verdeeld en één etage hoger bevond zich de grootste deelnemer, de Nederlandse agro-industrie, gecoördineerd door het ministerie van Landbouw. Ingenieur De Jong, hoofd van de afdeling afzetbevordering. So far I'm rather confident that we will, our aims will be achieved. We are traveling in an area where the population is high, where the economic growth is fast. We may expect that the next 20 years the growth will continue.
the people in this area, in the markets we visited, have a high income. They have relatively large demand for agricultural products. On the basis of the discussions I had with the private companies, I may conclude that that we have all reasons to be optimistic. They have had valuable contacts, and a number of companies even have had trade already in this period. Van Singapore naar Port Klang, Maleisië, is maar een kort ritje, één nacht varen.